Meneer Samson, kunt u mij horen? Kunt u mij verstaan? Ja, ik kan u horen en ik kan u verstaan. En aan jullie moet ik zeggen, allemaal daar een goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, hoe is het met u? Fijn om u weer te horen. Nou ja, ik ben redelijk goed, maar hoe noemen ze het? Ik doe toch een beetje rustig aan. Omdat ja, en aan de ene kant zitten we met een COVID-probleem hier in het land, niet makkelijk. Er is wat verlichting gekomen, maar het schijnt dat het weer aangescherpt gaat worden. En ja, jullie zitten daar, straks heb ik begrepen, waarschijnlijk met een lockdown vanaf 5:00 morgen. Ja. En let op het feit dat men hier geen onderzoek doet, men kan hier niet denken, nemen we aan dat alles van Nederland weer, zoals daarvoor, conform wordt overgenomen. En wij, het wordt op ons namelijk in uitgevoerd. Met natuurlijk alle consequenties van dien, want Nederland is geen Suriname. Al denken sommige mensen dat, dat je alles letterlijk kan overnemen uit Nederland en hier kan plaatsen. En dan zie je wat ook het resultaat is geweest. Overigens, we gaan tegen de 1200 doden aan. Ja, ja. Het overnemen vanuit in Suriname van datgene wat in Nederland, heeft dat te maken met gebrek aan beleid of heeft het te maken met de liefde voor het land? Een gebrek aan beleid, wanbeleid kan je zeggen. Het benoemen lukraak van mensen die geen verstand hebben en door kunnen denken. Kijk bijvoorbeeld COVID. Ik heb het ook in die programma gewaarschuwd. Je gaat geen kleine jongen nemen en zetten tot minister. Je gaat oudere, volwassene mensen nemen die kunnen nadenken. Hoe noemen ze het? Ervaring namelijk hebben. En ja, dan krijg je dit soort van zaken. Want dat ding is een logistiek probleem, maar aan de andere kant zit je ook met een politiek probleem. Ja. En ja, daarnaast heb je nog een medisch probleem. En dan zie je bijvoorbeeld, dingen worden lukraak overgenomen uit Nederland. Overgenomen, we hebben zoveel doden gehad. Ik ben ervan overtuigd dat als men de right man on the right place had gezet, en dan heb ik het over deze regering, dat we waarschijnlijk niet zoveel doden hoefden te betreuren. Want weet u wat zo grappig is? Kijk, op de eerste plaats is dat ding een longziekte. Maar er is geen enkele longarts in die commissie, weet u, van kom nog bijkijken dat al de deskundigen zich zo'n beetje in de loop van de tijd hebben teruggetrokken, want ze kunnen niet werken met de minister. Die minister is een Einzelganger. Hij heeft zelf, het grappige van is, hij heeft zelf COVID opgelopen. Hij is nog niet eens beter en hij komt morgen weer terug, ja. Maar hoe kan je bijvoorbeeld met zoiets als een longziekte te maken hebben en er is geen enkele longarts? Dus ik denk dat heel wat mensen door zijn toedoen, veel mensen dood zijn gegaan vanwege het zijn onnozelheid, het niet weten, geen ervaring genoeg. En natuurlijk dat mismanagement. En boze tongen beweren zelf, ze hadden er belang bij dat er veel doden waren. Er was een begrafenisondernemer die eraan nog steeds verdient. En aan de andere kant kregen ze geld, weet ik wat, per dode. I don't know, dat zijn wat de boze tongen beweren. Je hoort de dingen hier. Maar waar er rook is, is er vaak vuur, zeg ik. Meneer Samson, yes. Mevrouw Codrington hier, maar de regionaal zou Suriname dus wel met een aantal landen, Barbados, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië laat ik even buiten beschouwing, want dat deugt niet, wel goed kunnen samenwerken, zodat ze ook kunnen leren van wat er in de regio gebeurt. Dus niet alles wat in Nederland gebeurt klakkeloos overnemen, daar ben ik het met u eens. Maar in de regio gebeuren ook heel veel goede dingen. Is daar geen samenwerking mee? Nou, dat niet. Integendeel, ja. Voor Jamaica, wat Pfizer gestuurd, die zou vervallen. Maar men kijkt eigenlijk meer naar buiten toe. En op dit moment is men helemaal in Dubai. Dus tegenwoordig in de toekomst wordt het Dubai van voren en Dubai van achteren. Het was Nederland, Amerika toch nog een beetje minder. Suriname, zoals u weet, en zoals meneer Familier het heeft gezegd, die volgt eigenlijk een bout tussen drie regeringen. Dat weten we nu. Ik heb het een keertje gezegd en iedereen is er nu van overtuigd. De regering Santokje is een bout tussen drie regeringen.
Alles werd toen, was een replica van Bouterse, werd gekopieerd, werd overgenomen. En nu weten we het bijvoorbeeld dat Amerika staat een beetje verder verwijderd van ons. En dat we eigenlijk meer, bijna kan je zeggen, zoals milieu het zegt, een beetje de communistische weg opgaan zoals de vorige regering. Maar natuurlijk, je leert, want bijvoorbeeld, laat me even noemen, we hebben hier een universiteit in het Caribisch gebied, de University of the West. Dat is internationaal, staat vrijwillig groot, hoog aangeschreven. Mm-hmm. Een onderzoekskwaliteit is er weg. Je kan het niet vergelijken bijvoorbeeld met Suriname, waar hoogleraren worden benoemd die nauwelijks amper wat gepubliceerd hebben. Die politiek zijn benoemd. Om de twee maanden benoemt men een hoogleraar zonder een peer review publicatie, moet ik zeggen. Dus het is, laat me zeggen, we zaten al met dat stukje die communistische weg in onze maag. En dat wordt gewoon gecontinueerd. Maar ik heb ook op die zender van gezegd, dit is niks anders dan Bouterse 3. Met alle consequenties van dien. Laten we zeggen, Bouterse 3, erger dan Bouterse 2. Dit is erger dan Bouterse 2, wat het volk op het ogenblik meemaakt, hoor. En is de vaccinatiegraad in Suriname een beetje opgelopen? Of is het nog minimaal? Dus het is wat opgelopen. De mensen gaan er maar toch niet vanwege het feit dat men die regering niet vertrouwt. Mm. Moet u weten. Kijk, ik zeg altijd, en dat is dat ding van je benoemingsbeleid. Ja? En vroeger in het diepe binnenland, dan had je die mensen van, hoe je die zending, de een of andere zending die naar het binnenland, namelijk mensen vaccineerde, kinderen, ouderen. De medische zending. De medische zending van EBGS of zoiets. Of? Ja, klopt. En niemand twijfelde toen om zijn kind of zichzelf te laten vaccineren. Ja? Maar vanwege het feit dat er allerlei rare verhalen zijn verkondigd hier in Suriname, vanwege het feit... we hebben alternatieve geneeswijzen in Suriname, dat weet men. Ja. Ja. En die dingen hebben gewerkt. Kijk, in het diepe binnenland kenden de mensen ook amper dokter. Maar ze wisten zich met bladeren en al dat soort van dingen op een of andere manier te genezen. De minister is gekomen en heeft direct stelling genomen tegen die mensen. In plaats dat hij namelijk heeft gezegd, kom, laten we dat ding laten onderzoeken. Daarvoor heb je onderzoekers namelijk aan... Op MWI hele goede onderzoekers als Vrede, Codrington, dokter Codrington, een hele grote onderzoeker. Maar nee, die mensen waarschijnlijk om wat voor redenen, het kan ook te maken hebben met racistische redenen, want deze regering is erg racistisch, zoals ik hier zeg, dat merken we. Elk gebied, ze proberen van niet, maar je kan kijken bijvoorbeeld Lukraak, hoe ze namelijk te werk gaan. Ja. En ze hebben nooit... in hun hoofd gehaald dat die mensen zijn toch in dienst van het MWI, ja, professor Mans, et cetera. Onderzoek dat ding voor mij of het werkt. Ja. Begrijpt u? Nee, het is Bono, het is Blakamansa niet, het mag niet. Ik in verstande dat er een complete ruzie eigenlijk is ontstaan, waarbij mensen zeggen van, hey, luister nog, ik laat me nog niet vaccineren. Ik wil wel weten het dieper ervan afweten. Weet je? Dus die dingen hebben gespeeld. Er is totaal geen vertrouwen. We hebben een regering waar er geen vertrouwen is. En dat is dan een levensgevaarlijke zaak. Ook vanwege het feit dat die president liegt als de pest. En die man heeft de deugd gemaakt om te blijven liegen voor de bevolking en voor iedereen. Dus mensen gaan je niet meer vertrouwen. Bedriegen, liegen, mensen voor de gek houden. Denkt u maar over die Brom Tijari, denkt u wat er allemaal is beloofd. En terwijl je dat doet, loopt hij te reizen, als hij zo gek is over de hele wereld, om geld namelijk te zoeken. Een vrouw die iedereen zich afvraagt, wat is de functie van de vrouw in het bestel? Ze moet een first lady voorstellen, maar ze werkt gewoon op iedereen zenuw. Dat wil zeggen, een groot deel van die bevolking kotst namelijk die president en alles eromheen kotsen ze op het ogenblik uit. En we willen, ik ga u eerlijk zeggen hoor, we willen er van af. Ik ben nog ziek, maar niet zo ziek als lichamelijke ziekte, als meer ziek van die president en met mij grote delen van het volk. Meneer Samson, ik weet niet of men onderzoek gedaan heeft, nationaal of internationaal,
de relatie tussen de armoedeproblematiek en de mate van de COVID-besmetting. Ja, en er is geen onderzoek gedaan, dus ik kan er weinig over zeggen. Kortweg, we hebben een universiteit hier. Ik heb dat ding altijd Kaikousi genoemd. Waarom? Omdat men de boel voor de gek houdt. Men doet geen onderzoek. En men neemt het hele wetenschappelijk gebeuren niet serieus. Docenten vertelden me afgelopen woensdag. Mensen komen daar, ze zijn in dienst. Ja. 7 uur komen ze aan, of 8 uur. En een uur later zijn ze weer verdwenen en ze komen niet. Dus dat met alle consequenties. Dus als we praten over onderzoek, dan heb je een paar onderzoekers. Ik denk onderzoekers als Dennis Mans, Dr. Codrington, Vrede. Je hebt een paar, maar je hebt er bitter weinig. Voor de rest hebben ze maar een soort family and friends bij het ministerie van Volksgezondheid gemaakt. En de man die namelijk daar alles bepaalt, met die verstande dat hele goede mensen, zoals bijvoorbeeld de toenmalige directeur van Volksgezondheid, die mevrouw, de naam is me even ontgaan, mensen als mevrouw Krishnadat en noem maar op, gewoon de brui aan hebben gegeven en gewoon hebben gezegd, hey, dat, hoe noemen ze het, die minister zijn dingen maar zelf doen, laat, I keep I back, I for, we zien het wel. Het jammerlijke van is, ik kan niet zeggen, we hebben onnodige veel doden gehad. Ik had die voorspeld, 1000 doden voor eind van het jaar. Ondertussen gaan we voor eind van het jaar waarschijnlijk de 1200 doden tegemoet. Ik mag het op zijn konto schrijven, maar bovenal de president en meneer Ramdin, die namelijk belast waren bij het benoemingsbeleid en eigenlijk maatschappelijke mislukkelingen, vergissingen van de natuur. En ik weet niet wat voor benaming ze nog zou moeten geven om die mensen namelijk daar te zetten. En je kan zeggen, ja, die mensen hebben geen schuld, want men heeft ze aangewezen. Ik zeg, meneer, als ik wat niet kan en ik weet, ik heb de ervaring, dan ga ik het niet aannemen. Goed over nadenken als je me zou komen vragen, meneer, wil je minister worden? Dan zou ik alles op een rijtje zetten, met mensen bespreken en dan een beslissing nemen. Maar niet onervaren en komen experimenteren met levens van mensen. En ik blijf erbij, ja, iedereen weet het, meneer. Onnodig veel vrienden, familieleden, et cetera, verloren. En uiteindelijk werd hij zelf de type van. En ik zou zeggen, hij moet eigenlijk bedanken. Want je hebt gefaald eigenlijk als leider, als minister, et cetera. U weet het wat er toen is gebeurd, toch, met die minister van jullie in Nederland. Hè? Hij had het te veel overuren gemaakt. Hij had zijn lichaam overwerkt. En hij was bezig met Rutte. Ja, de Bruin, hij zakte in elkaar. In het parlement. Ja, gaat u uitrusten, ik kan terugkomen. Maar is een man van karakter in elk geval. Hij heeft gezegd, nou, kan je niet maken. Bovendien besefte hij wel, wil je leiding namelijk geven aan zo'n gecompliceerde zaak als corona en het goed leiden als minister, dan zal je fysiek sterk moeten zijn en die uitstraling zal je ook naar het volk toe moeten etaleren. Maar ja, hier zit men, wat men kan trouwens. Trouwens, men is corrupt nog heel, dus ze gaan niet weggaan, want ze moeten blijven stelen. Weet, deze minister van Volksgezondheid is ook corrupt geweest als het gaat om bellen met roaming, bijna 700.000 gulden. Ja. Maar goed, laten we die minister laten. Hij is nog niet eens beter, maar gierig en hebzuchtig als hij is, wil hij weer komen. Waarschijnlijk moeten er meer doden gaan vallen via zijn wanbeleid, et cetera. Dus laten we hem even met rust laten, et cetera. Ik blijf erbij. Grappen die wij hier in Suriname uithalen, die kosten mensenlevens. Overigens kan ik u zeggen, ik weet ook niet hoeveel mensenlevens binnen de volksgezondheid heeft plaatsgehad. Want dokter Pieter Voogd is uitgekomen en heeft gezegd vanwege een tekort aan middelen, vanwege een tekort aan geld. En weet je wat allemaal, heeft hij 180 hart- en longoperaties niet kunnen uitvoeren. Wat hij niet bij heeft gezegd, vanwege het niet uitvoeren van al die operaties, namelijk hoeveel mensen dood zijn gegaan. Want wat heeft die minister gedaan? Alle aandacht is gevestigd op COVID. Want waarschijnlijk maken ze geld nog hel daarmee. En de reguliere zorg heeft hij verwaarloosd met waarschijnlijk alle consequenties van die. Dat van de 180 mensen die het afgelopen jaar
niet geopereerd konden worden door dokter Voogd. Dat er waarschijnlijk een etelijk aantal van de kraaienmaars heeft geblazen. Weer met alle consequenties van dien. Uw familieleden van u daar in Nederland, mijn familieleden, mijn vrienden, et cetera. Hij schrijft het op zijn rekening en ik blijf erbij. Ik ga nog mijn uiterste best doen dat hij in de Guinness Book of Record ingeschreven kan worden vanwege een beleid dat gezorgd heeft voor meer dan 1200 doden straks. Meneer Samson, even een ander punt. Het kabinet Santokki zit inmiddels al, geloof ik, 500 dagen. Yes. Zijn ze aan het bewind. Even een korte terugblik. Nou, een heel weinig wat ik kan zeggen. Ja? Het is allemaal beloven, het is allemaal liegen, het zijn prijsverhogingen geweest. Afgelopen jaar hebben we een inflatie van 60%, 60,6% op jaarbasis? Ja, wat zegt u? Op jaarbasis? Jaarbasis, ja, dus gemiddeld 5% per jaar. En het liegen en het bedonderen en het bedriegen namelijk van het volk. Aan de andere kant corruptie, die zijn achterwege gebleven zoals hij op het podium steeds boten ze van eigenlijk betichten. Ja? En overal zie je corruptie, er is een corruptie met een of andere waterstofcentrale waar de minister van Buitenlandse Zaken diep bij betrokken is, want hij heeft die mensen namelijk gebracht. Ik heb u dat corruptieschandaal namelijk genoemd. Van, hoe noemen ze het, van de minister van Volksgezondheid, die in Amerika was. We hebben pas nog een corruptieschandaal gehad bij CDS. Het is een of andere communicatiedienst van de president. Ja. Waarbij er fake communicatiekantoren, televisiestations zijn opgericht. Ze bestonden niet. Maar elke maand 50.000, 300. Laten we even kijken, 7 programma's. Ja, 350.000 werd geïnt, terwijl het nooit is uitgezonden. Een heel kliek van mensen, die waren erbij. Zeg genoeg, het speelde vooral binnen de Creoolse groep. Meneer Alvin Roosveld. En de namen werden genoemd van Dijksteel. Nog een paar andere mensen. Ze hebben geld gemaakt als water. En dan zie je al die corruptieschandalen, net als bij Boutersen. Daarom praat ik over de regering Boutersen 3. Als zij namelijk die dingen werden ontdekt, werden ze besproken. Zogenaamd deed Santokki boos, er vielen harde woorden. Maar aan de andere kant werden er complimenten gemaakt. En dan gaat men klat het namelijk onderzoeken. Je kreeg natuurlijk nooit een uitspraak daarover, of een uitslag daarover, wat het namelijk is geweest. En uiteindelijk gaat het namelijk in de doofpot. En ook Santokki, die gebruikt namelijk datgene wat Boutersen namelijk gebruikte om namelijk te zeggen van zand erover, hè, gewoon zand erover. Er wordt bij de feit gestolen, het volk lijkt diepe armoede, er zijn geen medicijnen, de hele economie is kapot, ja, productie is kapot. Een volksgezondheid, heb ik gezegd, ligt op zijn gat. De doktoren kunnen hun werk niet doen. Doktoren trekken weg, verpleegsters trekken weg, ook leerkrachten trekken weg. En ondertussen met een of andere rare toestand waar mensen niet meer blijven zitten. Je gaat gratis over, is ook het onderwijs compleet kapot gemaakt. En dan natuurlijk niet te vergeten die criminaliteit. We hebben een minister hier, Amoxi. Hoe deze man minister kon worden, want hij heeft ooit pistool getrokken voor zijn vrouw. Daarom kon hij in 2010 geen minister worden. Hij wordt door iedereen, ik dat wel voor hem de naam heeft gegeven, maar iedereen noemt hem nu een, hoe noemen ze het, in elk geval meneer de Suffert. Hij heeft een hele mooie naam voor, hoor, een nickname, et cetera. De man kan niks. Je ziet, de man heeft zelf domheid uitgevonden. Hij loopt maar, et cetera. Met alle gevolgen van dien, dan lijkt het erop alsof men criminaliteit sanctioneert. Mensen worden overvallen in hun huis, mensen worden overvallen op straat. Mensen, vrouwen worden verkracht na een overval, ze worden mishandeld. En die minister doet maar niks en kijkt maar toe en vindt het namelijk goed. Het is gewoon een joker, ja? Een slappe Janus wordt hij genoemd. Hij lijkt bijna een beetje op slappe lul. Maar goed, laten we het een beetje netjes houden. No? Slappe Janus wordt hij genoemd. Ik dacht, Belfort heeft hem die naam gegeven. En iedereen zodra je komt, hey, Slappe Janus is weer op de televisie. En dan gaat die televisie natuurlijk uit. Meneer Samson, ik heb begrepen dat een speciale politieeenheid de politie zou ondersteunen, faciliteren bij
het bestrijden van de criminaliteit. En ik had ook begrepen dat het leger zou worden ingezet om de politie ook hierin te ondersteunen. Klopt het of klopt het niet? Wat is de stand van zaken? Ik weet niet wat er allemaal plaatsvindt, want het land is van Santokki en zijn bende. Weet je, en zijn racistische bende, laat me dan ook zeggen, want niet allemaal, want de rest moet je niet meetellen. Die dommies van Brunswijk moet je niet meetellen, want die weten waarschijnlijk niet in zijn naam te schrijven. In Rusland, die moet je ook niet meetellen, want die zit alleen maar te loeren om geld te maken en te liegen dat hij alle geld namelijk naar projecten gaat, sociale projecten. Die andere grappenmaker, die Javaanse meneer, met zijn toko en die winkelie, et cetera, is bezig op dit moment, allerlei mensen van, mensen die de overheid werken, ambtenaren, in grote, diepe schulden te werken. En straks natuurlijk de mensen in diepe ellende gaat stoppen, want die mensen mogen dingen op krediet kopen. Niemand weet hoeveel die rente is, et cetera. De mensen mogen in, laat maar even kijken, in november en december, in januari, mogen ze dingen op krediet kopen. En dan wordt het verrekend van hun salaris. En dan moet je ook weten, die ongeschoolde zoon van hem, Bronto, die zit bij Binnenlandse Zaken, die gaat namelijk over salarissen en dat soort van dingen. Dus die man heeft een grote grip. Maar mind you, we gaan later horen hoeveel mensen in diepe crisis en diepe ellende door deze Somoharjo, die telkens weer mensen in problemen heeft gebracht. Denk maar aan 1975. Het wegbrengen van de Javanen. Hun daarin hun lot overlaten. Hun steunveld van de Nederlandse overheid te nemen. En de mensen maar een klein deel te geven. En daarna te stoppen in Delfzijl. Daar ergens. En een deel is waar te laten naar Sumatra vertrokken. Weet je. Die is weer bezig. Maar een aantal van die projecten die hij heeft op Beekhuizen. Dat zijn op zich toch best wel goede projecten. Of... Kijk, hier en bepaalde mensen, als je hun naam noemt, dan kan je me 100 vertellen, meneer, ons kent ons hier in dit land. Ons kent ons hier in dit land. Het is gewoon een gronddief geweest. Door zijn toedoen is meneer Venetiaan toen gevallen, weet u. Vele mensen zeiden, ja Samson, je leverde een heleboel kritiek op Venetiaan en weet ik wat allemaal meer. Maar daar ging het erop waarbij mijn redenering was... Venetiaan, zo'n geschoolde man als jou. Zo. Kan je je zo laten chanteren? Maar Venetiaan vond het was geen chantage. Maar wat die man namelijk deed, hij heeft die hele regering van Venetiaan gewoon eigenlijk ondermijnd en gesaboteerd met zijn gronddieftigheid. Laten we dat ding zeggen zoals het is. Ja? Dus dit soort van oude politieke partijen, inclusief dat rommetje daar van Boutersen, weet je, dat ook flink gestolen heeft, dus de NDP. Dat rommeltje van Chan, dat racistisch rommeltje van Chan, laten we dat ding goed formuleren. Dat racistisch rommeltje van Brunswijk, een criminele inslag. Dat rommeltje daar van NPS, die moeten ophouden te bestaan en ze gaan ook ophouden te bestaan. Want dat is gewoon een grote grap met Rusland daar. Ja? En dat rommeltje van PAE, ik heb NDP, het is de oude politiek, die moeten ophouden te bestaan. En ik kan niet zeggen, er zijn een paar mensen die al bezig zijn met een nieuwe beweging, met een new wave, et cetera. Met jongeren, maar vooral omdat ik er soms heel dichtbij ben om het te kunnen beoordelen. Meneer, als je een klad op je blazoen hebt, kom je er niet bij. Ik heb meegemaakt hoeveel mensen zich bij die nieuwe beweging wilden aansluiten. Ja, daar heb ik bijvoorbeeld jongens als Sapoen, hoe die andere, die minister was, die het hele achterland daarvan Kul. De familieleden aan NDP'ers toen heeft gegeven, Koesralim, ja, dat hele Javaanse rommeltje van die corruptelingen bij de NDP. Ja. Ja. Die hebben geprobeerd namelijk om aansluiting te zoeken en letterlijk, of er was geen dingen, geen animo, we praten niet met dieven, we praten niet met schurken, we praten niet met abanis, ja. Ja. En wat men doet, die nieuwe beweging, wat ik heb gezien, die probeert
Nee, ze zijn nog druk bezig. Ze zijn nog niet zo ver, et cetera. Maar ze zijn druk bezig. Ze hebben aardig wat achterban. Via ballotage probeert men te komen tot iets. Want het volk gaat niet meer gaan stemmen als je niet oppast. Maar als het volk gaat stemmen, dan moeten ze duidelijk voor iets anders namelijk gaan stemmen. Maar niet voor dat... Voor de oude politiek die ons zoveel ellende heeft gebracht en uit zoveel geboefte en gediefte bestaat. En ze zijn ermee bezig waarvan wie je niet denkt, et cetera. En ik denk, ze doen goed werk tot nu toe en het gaat er komen. En ik denk dat ze hele goede kansen maken. Want wat er nu aan dieftigheid, aan nepotisme, aan voeren, noem maar op, wat we allemaal hier meemaken, de prijzen in de winkels. Eigenlijk, je kan zeggen, mensen de hongerdood tegemoet gaan. Ik denk niet dat moeten die mensen, die op deze mensen nog een keertje gaan stemmen, die moeten wel goed ziek zijn daar in hun achterhoofd. Dat wil zeggen, als de mensen, en ik weet niet, het kan 3,5 jaar duren hoor, want Jan gaat het niet zomaar van de hart geven. Want Jan is niet komen zitten om het land op te bouwen, om tot ontwikkeling te brengen. Jan is komen zitten om Nyan te maken samen met Brunswijk en die andere mensen waarmee hij regeert. Hij heeft gezien hoe Boutersen Nyan kon maken, dus hij is gaan... Trouwens, je weet, Jan is een replica van Boutersen. Hij is Boutersen namelijk komen nadoen. Ja. Hij moet het beter, meer maken dan Boutersen. Kijk maar naar al die reizen. Waarvoor is het nodig? Ja? Ze zijn niet naar Dubai. Meer dan 1 miljoen. Waarschijnlijk bij elkaar geteld gaat dat ding 1,5 miljoen kosten. Met een rommelverhaal. Dubai heeft ze 1 miljoen korting gegeven. En dat soort van liefbekverhalen meer. Nee, nogmaals. Als straks die beweging om en ze zijn druk bezig die dingen te structureren. Ja? En het komt er met jonge mensen, jonge frisse mensen. Waarbij de mensen zeggen, geef me een kans. Ik kom niet om te stelen en weet ik wat. En allerlei onderzoek is geweest en ballotage. En de mensen staan er daar. Ja. Waarbij ze zeggen, ja, als het enigszins kan, geef me maar 2 jaren. Ja, de tijd om te bewijzen wat ik kan. En ik kijk naar die jongens en ik denk van, hé, er kan wat in zitten. Je weet het natuurlijk nooit. Want je weet hoe Chan de boel heeft bedonderd in dit land. Ja. Onze man... Maar ja, het valt te proberen natuurlijk. Ja, het valt sowieso te proberen. Ze zeggen, geef ze de kans. En als de mensen nog een keer echt gaan stemmen op deze dingen als dat ding van Chan, dat ding van Brunswijk, dat ding van Rusland, dat ding van Somoharjo en dat ding van Boutersen, dan zeg ik, dan verdienen ze om geklapt te worden door corona en hun graf of hun crematieoord op te zoeken. Wat dan als je ik heb een vraag. Ik heb een vraag, Guillermo. Heel kort, want we moeten afronden. Als volgt. Winston Ramutasing heeft ons net verteld, hij heeft een brief van 20 kantjes over de begroting 2022 naar de regering gestuurd. Aan het einde van die brief heeft de VES aan de regering gevraagd overleg, zodat ze alle punten, aandachtspunten, kunnen doornemen en kunnen verbeteren voor de begroting van 2022. De regering is er niet op ingegaan. Het parlement, 1 lid, heeft iets gevraagd. Hoe kan het dat het parlement dat moet controleren, zo'n belangrijke brief, adviesbrief van de VES, links laat liggen? Ja. Hoe kan dat? Dat kan. We hebben met een criminele regering te maken, nog crimineler dan die Boutersen. Dan wil ik één ding zeggen, dan wil ik direct naar u toe praten. Overigens, er zijn mensen die uw e-mailadres nodig hebben, want ze willen met vanuit Suriname discussiëren over uw programma. Heel interessant. Oké. Aaron? Dat is heel interessant overigens hoor. Maar ik had ook mijn kanttekeningen daarover, maar goed. Maar je blijft steeds uitkomen van een interessante invalshoek. Maar wat ik moet zeggen, wat er met die regering is, het is hetzelfde wat met jou speelt, meneer Owen Venlo. Deze mensen, ik zeg het zijn criminelen. Het zijn geen politici. Ze zijn gekomen om Nyan te maken, net als bij Boutersen. En het volk interesseert ze niet. Het volk mag doodgaan. Kijk maar, Chan, op onafhankelijkheidsdag... sluit hij alles af voor het volk. Daarna om 2 uur of weet ik hoe laat pakt hij zijn vliegtuig. En hij laat iedereen hier op de
dag van de verjaardag. Jij vader des vaderlands, laat je je kinderen achter en je gaat naar Dubai, want Dubai is belangrijker dan jouw eigen volk. En nogmaals, het zijn criminelen, allemaal die in die zitten. En wat ik u namelijk wil zeggen, hetzelfde in feite wat u steeds zegt van beleid en hoe noem ik het? Beleid. Ora, et cetera. We hebben er geen boodschap bij. Laat me u vandaag zeggen, meneer Owen Venlo. Op de eerste plaats wil Chan je er niet bij, want je bent een blakamang. Laat het duidelijk zijn. Samson neemt het voor zijn rekening. Je bent een blakamang. En die blakamangs, die hij meeneemt, gebruikt hij niet, maar die misbruikt hij om te zeggen, kijk, toch is dat een beetje van die bromchichari. Maar die man is gewoon racistisch bezig, net als Brunswick. Dat is één. Dus je mag het vergeten. Je mag honderden brieven schrijven, ja, van diaspora en weet ik wat. Diaspora van Chan is India en straks Guyana vanwege zijn vrouw. Dus jij gaat er nooit bij komen op de eerste plaats. Chan wil geen pottenkijkers, want ze zijn met onoorbare dingen bezig. Ja, ja, dus meneer Owen Venlo, een integer mens, mag er niet bij. Meneer Winston Ramota Singh ken ik ook als een heel integer mens, een briljante econoom, voorzitter van de VES. Weet je hoeveel keer, net als u, meneer Owen Venlo, hij heeft gevraagd om gratis te helpen. Men wil het niet, want men wil corruptie, men wil stelen, men wil roven. Ja? Meneer Samson, we moeten helaas afronden. Luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma. We gaan ongetwijfeld hier verder bij meneer Samson. We danken u voor het interview. De panelleden worden ook bedankt. Luisteraars, u ook bedankt. Tot de volgende keer.